SV Urk speelde gisteren thuis met 1-1 gelijk tegen Genemuiden. En door dit resultaat haken de Urkers voorlopig af in de strijd om het kampioenschap in de hoofdklasse C. De chaosvuur op de tribune, echte derbysfeer dus, voorafgaand aan het duel gistermiddag op Sportpark De Vormt. De gasten uit Genemuiden begonnen gisteren duidelijk veel beter aan de wedstrijd. En dat had er misschien alles mee te maken dat de ploeg zaterdag niet in actie was gekomen en Urk wel. Na een kwartier spelen gaat Martijn Jansen goed voorbij zijn tegenstander William Visser. En hij mag via de binnenkant van de paal de 0-1 scoren. En dat was op dat moment een fikse tegenvaller voor Urk, omdat de ploeg moest winnen om kans te houden op het kampioenschap. Urk kreeg daarna een paar uitgelezen mogelijkheden op de gelijkmaker, zoals hier in de 36e minuut. Kees Wakker op links legt de bal op het hoofd van Pieter Ras, maar die mist deze niet te missen kans. Pas in de tweede helft wist Urk de uiteindelijke gelijkmaker op het scorebord te brengen via deze kopbal van Klaus Brouwer uit de vrije trap van Pieter Ras. Urk laat dus dure punten liggen in de strijd om de titel. En dus kon trainer Henk Nieuwenhuis na afloop niet echt tevreden zijn. Wij hadden dit weekend graag van Genemuiden gewonnen. En ik denk dat het een bepaalde fase van de wedstrijd ook inzet. Maar echt die finishing touch, die zat er gewoon niet in. Dat kleine beetje extra. Ik denk dat dat te maken heeft met de inspanning van zaterdag. Urk ging in de tweede helft nog wel nadrukkelijk op jacht naar de overwinning. Maar de hechte defensie van Genemuiden gaf nauwelijks kansen weg. Ik vond dat Genemuiden hier ook echt naartoe kwam om een punt. Ze bleven tot laatst toe in de organisatie redelijk verdedigend. En tegen het eind zou nog bijna beloond worden met 10 man dat Cornelis Kofferman met bijna de fout inging. Maar het was wel een wedstrijd dat ik zeg van ja, het doet me goed. Ook voor de club Urk. Het was veel publiek, het was een goede ambiance. Alleen je hebt gewoon wat doelpunten nodig om echt het publiek achter je te krijgen. En dat is niet gelukt, maar ik kan de jongens niet verwijten. Urk heeft na het gelijkspel van gisteren nu 5 verliespunten meer dan koploper Excelsior 31. En dus haakt het voorlopig weer even af in de strijd om het kampioenschap. Wij hadden graag wat druk op de ketel gehouden naar Excelsior toe. Dus het had 3 punten kunnen worden. Het is nu 5 punten. Maar ja, je hoopt op een paar keer een misstap. Maar je kunt wel roepen van Excelsior in de gaten houden. Maar je moet het zelf ook doen.